Kut. Fuck. Mag niet uit. Marie. Jane. Hey. Richella. En Laurie. Vier fearless chicks dagen vooruit in Woolly Girls. Zij doen alles wat jij nooit zou durven. Tempelt helemaal echt overal. Welkom Woolly Girls. Hoe gaat het met jullie? Ik ga kapot van de hitte. Bloedheet. En weer zo'n weiland. Ik ook niet heel blij van. Wat voor herinneringen halen jullie nu naar boven? De dood van Marie. Ik zweer. Ik ga echt niet meer. Ja, dat ging niet zo best vorige keer natuurlijk. Nee, ik viel half flauw, dus ik weet zelf ook niet meer helemaal wat er gebeurde. Maar het was niet heel veel goed. Voor jou was het wat meer goed, want vandaag hoef je de challenge niet te doen. Je staat vandaag naast me. Kan je vast een tipje van de sluier geven? Jullie worden vies, jullie worden nat en te smerig. Echt een Jane pakketje. Ja. En ik heb natuurlijk rekening gehouden met Marie. Die houdt niet van vis, mocht ik dat ook vandaag hebben. Het is vandaag bijna 35 graden, het is bloedheet. Dus wij dachten eigenlijk vandaag voor wat verkoeling. Lieve Woolly Girls, de challenge die luidt vandaag als volgt. Jullie worden zometeen door het water heen getrokken met deze shovel. Langs het water zien jullie dode vissen aan een paal. De Woolly Girl die de meeste vissen bij elkaar heeft verzameld, die wint deze challenge. En de Woolly Girl, je raadt het natuurlijk al, met de minste vissen, die krijgt een hele, vooral pijnlijke straf. Oh nee. Zo geen zin in. Nee. Zo geen zin in. Nou, ik zie dat jullie er zin in hebben. Ja. Ik merk het. Het is echt aan jullie gezichten af te lezen. Het is sowieso een fucking moeite om op dat sleetje te blijven zitten. En dan moet je ook nog eens van die gore vissenkoppen pakken. Ik weet niet, misschien hebben ze hier uit die gore sloot vandaan gevist. Maar tering, wat een challenge is dit weer. Jane, jij gaat denk ik supporten langs de kant. Absoluut niet. Nee, dat dacht ik ook al. Ik denk dat we maar gaan beginnen en ik wens jullie heel veel succes. Bedankt. Dankjewel. Richella, ben je er klaar voor? Oh mijn god. Ik ga aftellen. 3, 2, 1, go! Oh mijn god, de gaten. Huh? Gat, ja, die vissenkoppen die zitten dus al best wel een tijdje op zo'n stok in de zon. Met allemaal. Oh, ze gaat echt snel hoor. Kom op, Richella! Oh mijn god, ze doet het echt goed. Ze gaat echt snel. Ze heeft er sowieso twee, dus laat staan hoeveel ze er nog meer heeft. Kut! Heeft ze nou... Oh, kijk. Ja, lekker! Kom op! Lekker, Richella! Lekker! Kom maar! Ja! Oh. Lekker, Richella! Kom maar! Nee, kom niet! Oh my god! Wat is er? Ik zak weg! Je zakt weg, oké. Okay, oh! Is dat zon? Ja! Oh my god, ik ben helemaal aan het trillen. Oh my god. En hoe is het? Lucilla, je ging op zich wel lekker. Je kijkt nog steeds heel nasty hiernaar. Hoe voel je op dit moment? Gaat het oké? Are you oké? Okay? Ja. Ja? Oké. Okay. Ja. Je hebt er in totaal vijf gepakt. In totaal 5. Oké. Ik ben heel erg benieuwd hoe die andere meiden het gaan doen. Ik kan even rustig gaan bijkomen en even een beetje gaan opfrissen, want het stinkt. Godverdamme. Het stinkt echt oprecht. Het is een combinatie van vis en Richella. Het ging wel sneller dan ik had gehoopt. En ik miste er daardoor ook eentje. Maar uiteindelijk was ik best wel blij met dat ik er 5 had. Want in de eerste instantie dacht ik van nou, ben blij als ik er eentje vanaf krijg. Oké, here we go. Volgens mij is Marie er klaar voor. Ja, volgens mij ook. Ik zie er al in ieder geval daar staan. Marie, are you ready? Ja. Ik ga aftellen. 3, 2, 1. Let's go. Wow, dit gaat kapot snel. Wayo. Nee. Kom op, Marie. Oh my god. Ew.
ik val bijna om. Oh, ik tril helemaal mijn benen. Zo, vertel! Oh mijn god, dit was fucking leuk! Ik ging kapot snel. Surfen en vissen en snelheid, het was echt super tof. Dat het leuk was voor jou van de snelheid, inderdaad. Je hebt er 4. Ja, dat is wel echt net kut. Net niet genoeg om Richella voorbij te gaan. Nee. Richella heeft het beter gedaan. Maar we hebben nog één hooligirl die het waarschijnlijk nog misschien hopelijk slechter gaat doen. Dat zijn jouw woorden, maar ik wens haar in ieder geval heel veel succes. Ze staat al klaar. Wat zeg je? Volgens mij ook. Ja, ze hebben zeker tanden. Zeker. I got this. Volgens mij is die Laurie daar staan. Ik hoop eigenlijk dat ze plat op de smoel gaat. Wauw, Jane. Laurie, are you ready? Oh mijn god, ik zit helemaal op de bodem nu. 3, 2, 1, let's go! I got this. Oeh! Holy shit. Oh my god. Kut. Maakt niet uit. Ik heb er in ieder geval 1. En 2. Oké. Okay. Oh my fucking lord, help me. Sta me bij, Satan. Go, go! Kijk, ze gaat voor die meid. Ik heb er drie. Fucking hell. Ik voel de Superman van de pizza. Kom maar, Larry. Kom maar. Kut. Maakt niet uit, de volgende. Ja, kom op! Dit is waar zijn, kom maar! Fuck! Laten. Yes! Ik denk volgens mij dat ze mij dat ding zien. Ja! Laurie! Ja! Ik zie lege handen! Ik heb een volle tas! Oh, wat goed! Ik tril helemaal. Dat was zo vet. Lukt het? Ja, oeh. Oké. Ja, Laurie. Oeh. Ja, man. Ik zie lege handen, maar... Een volle tas. Ja. Nou, maar die kan je nu al killen, want die dacht dat je dus helemaal niets had gepakt. Was je blij? Ik dacht dat je er niks had, dus ik dacht yes! Ik vind het zo leuk om Marie's kopje te zien, want ze is er echt van overtuigd dat ze verloren heeft. En dan is het nu tijd voor de uitslag. Richella, je had er 5. Marie, je had er 4. Ja. En Laurie, bij jou is nog 1 groot vraagteken, maar je staat er wel vrolijk bij. Ja. Hou ons niet langer in spanning. En ik ben heel erg benieuwd hoeveel vissen er in jouw tas liggen. Oh, zo zwaar. Hou op hoor. Dat is nummer 1. Heel. Oh. Oké, ik ga hem omgooien. Het is heel nasty. 1. Het zijn er 4. Oh wel, ik vond het gewoon heel leuk. Dat betekent, Marie. Ik dacht dat je er 5 had. Dat het een gelijk spel is. De straf is vandaag voor jullie allebei. Oh, ik wil het echt niet weten. Richella, dat betekent dat jij de winnares bent van deze challenge. Je bent super lekker bezig. Ja, alweer. Lekker, ja. Maar ik had vandaag niet verwacht dat ik zou winnen. Niet? Nee. Ik kijk Laurie aan en ik kijk jou aan, Marie. Het is tijd voor jullie straf. Ik wil wel coulant met jullie zijn, dus de straf ga ik wel verdelen. Het was eigenlijk de bedoeling dat het voor 1 persoon zou zijn. Jullie gaan zo meteen 2 keer jezelf in het water laten vallen op je buik. Nee, niet weer een vieze sloot. Het is dus tijd voor de bellyflop. Maar doe je dat niet op je buik, dan kom je terug langs de kant totdat het wel op je buik is. Nee. Ik wil die klets horen, gewoon die kak. Hebben we er een beetje zin in? Ja! Wacht maar. Ja, echt. Marie, je weet wat je te doen staat. Vals spelen wordt echt niet gewaardeerd. Oké? Ik ga aftellen. 3, 2, 1. Het zag er wel nog op. Ja, het zag er echt. Kom. Ik keur deze goed. Bij de tweede hou je je handen achter je. Oké, dan ga ik dan. Ja. Oh, je hoorde het gewoon. Hoe voel je? Ik voel me echt ranzig. Kom. Gezicht tintelt. Kom.
Oh, je neus is ook helemaal rood. Kijk hè? Oh my god. Komt goed. Je oké verder? Ja? Zeker? Ja. Oké dan. Nu mag je even bijkomen, Laurie. Oh, je ja. Ik ben helemaal overstuurd. Laurie. Nee, maar ben je er klaar voor? Ja. 3, 2, 1. Oh my god. Dit meen je niet. Oké. Ja, maar je deed ook het first. Je deed nog oké. Laurie. Zo. 3, 2, 1. Nee man, andere handen. Je ging met je handen naar voren. Het ging volgens mij niet helemaal lekker bij die laatste. Want je gebruikte je handen erbij. Maar ik geef het even aan Marie. Zij mag beslissen of je nog een keer gaat of niet. Als het aan mij ligt, moet je gewoon nog een keer. Maar ik laat het aan haar over. Ik ben benieuwd wat je gaat zeggen. Ik vind het wel geinig om nog een keertje te kijken. En niet afzetten. Oh. 3. 2. 1. Kom maar. Oh my god, nee, dit ga ik nu nog een keer doen. Dat was echt heftig. Godverdomme! Oh ja. Kom even langs de kant. Dat was echt wel een klapper. Oh, deze is nog erger dan de eerste keer. Kom. Ja? Ben je er? Nee, je bent echt duizelig. Nee, serieus. Ben je duizelig? Ja. Serieus, ja? Gaat het? Nee. Kom naast me staan. Ik moet niet weer huilen. Ga zitten. Ben je echt duizelig? Oké, kom. Oké, rustig. Nee, wacht, het is echt duizelig. Ga even zitten. Oh my god. Hey, kan iemand even... Hallo. Nee, oh shit. Lau. Op de zij. Lau. Hey. Geef haar even wat lucht. Meer water. Meer water, kom. Gooi het eruit. Even serieus. Kom even met die... Nou, lieve mensen, zoals jullie het kunnen zien, ik ben net uit de spoedeisende hulp enorm lang in het ziekenhuis gelegen. Ze hebben allerlei testen gedaan. Komt erop neer dat ik eigenlijk gewoon mezelf veel te vaak om mijn bakjes heb laten vallen. Te weinig gegeten, te warm, niet goed voor mezelf gezorgd. Maar het gaat nu wel weer beter met me. Ik ga lekker naar huis en ik ga lekker uitrusten in mijn bedje. Doei. Laurie, ook namens de Hooli Girls, namens iedereen ontzettend veel beterschap. Laat het ook zeker even weten hieronder in de comments. Wens Laurie heel veel sterkte, want ze heeft een enorme klapper gemaakt. En gezondheid gaat natuurlijk boven alles. Ik hoop jou volgende week natuurlijk weer te zien, samen met deze strijderinnen, de Hooli Girls. Tot dan. Lekker, Marie, kom maar. Zet door. Door. Ja, lekker, kom maar. De laatste meters. Wat voor motorinhoud heb jij in je lichaam?